beste mensen. We wisten dat ons gemeentehuis groot was. We hadden ook de ambitie om de zaal vol te krijgen, maar dat die zo vol zou worden dat u zelfs op de trappen nu moet zitten. Dat had ik zelfs niet kunnen vermoeden. Maar het is wel heel mooi om te zien dat u in zo'n grote getale bent opgekomen. En dat heeft natuurlijk gewoon te maken met de gewoondoeners van het jaar, die ook hier al in ons midden zitten. Maar misschien weet u dat allemaal wel. Van harte welkom. In ieder geval hier in het gemeentehuis, hier in Hardenberg. En nogmaals, we hebben u geprobeerd allemaal de hand te schudden als gemeentebestuur bij de ingang. Maar we hebben twee ingangen. Dat wisten we overigens wel hoor, dat we twee ingangen hadden. Maar toen hebben we het op die manier wel een beetje verdeeld. Een heel goed, gelukkig, gezond vooral 2015 gewenst voor u allemaal persoonlijk. Dat het u goed mag gaan dit jaar. Welkom op deze locatie inderdaad. Het gemeentehuis. Sinds jaren weer terug met een nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis. En dat is niet vanwege de voorvechter, de gastvrijheid van de voorvechter, want die is onovertrefbaar. Dat wil ik hier ook nogmaals noemen. We hebben daar jaren met heel veel plezier gezeten. De sportverkiezing blijft ook in de voorvechter. En u kunt ook, nou, elke week wel terecht voor een prachtige uitvoering, theateruitvoering in de voorvechter nog steeds. Dat wil ik ook nog maar eens benadrukken. Maar vanavond hebben we hier ook een beetje theater. En daarmee proberen we u te lokken, cultuur te laten zien, zodat u dat ook elders weer in de gemeente gaat beleven. Dat hoeft niet alleen in de voorvechter te zijn, dat kan op heel veel plekken binnen onze gemeente. Van harte welkom dus. Ja, de nieuwjaarsontmoeting hebben we in een nieuw jasje gestoken. En ontmoeten is eigenlijk wel het belangrijkste uitgangspunt. Dat was de doelstelling van ons college, dat we zeiden van, er zijn zoveel dingen die er gebeuren. En we moeten met elkaar die samenleving meer en meer vormgeven. Wat is het nou mooi om op deze plek, zo aan het begin van het jaar 2015, elkaar te ontmoeten, elkaar te zien. En wellicht de eerste afspraken te maken. En ik heb ze net al gemaakt in de rij. Een aantal afspraken om met mensen wat te gaan doen. Dus ik hoop dat u dat vanavond ook doet. Toch even een korte terugblik op het jaar 2014, voordat ik vooruitkijk naar dit jaar. 2014 stond voor de gemeente natuurlijk toch belangrijk in het teken van de gemeenteraadsverkiezing. In maart alweer is dat geweest. En die gemeenteraadsverkiezingen, de uitslag daarvan, die heeft in ieder geval voor continuïteit gezorgd, maar aan de andere kant ook wel voor verandering. En verandering, daar kom ik nog wel op terug. Maar verandering ook in de zin dat van de 31 raadsleden die we hebben, we hebben afscheid genomen van 14 raadsleden. Gelukkig heb ik een groot aantal oude raadsleden alweer hier getroffen vanavond. We hebben 8 politieke partijen. D66 als nieuwe partij in de raad gekomen. Werken we samen met de raad, het college en de ambtelijke organisatie, de bestuursdienst onder Hardenberg, aan de toekomst van Hardenberg. Natuurlijk was 2014 ook het jaar van de Olympische Winterspelen in Sochi. U bent het misschien al vergeten, maar het was echt waar. En we hadden het wereldkampioenschap voetbal in Brazilië. En wat was het mooi om te zien hoe goed dat Nederlands elftal presteerde. Alhoewel die verwachtingen niet zo hoog waren. Mooie herinneringen. Het leek een hele mooie zomer te worden. Ik zeg erbij het leek. Want op 17 juli, ik weet niet of u zich dat nog kunt herinneren. Ik was met mijn gezin aan het verhuizen. Toen hadden we de crash met de MH17. Maar ook eerder al, eind april, hadden we in onze gemeente te maken met verdriet. 2 plaatsgenoten uit Deemsvaart werden gegijzeld en kwamen gelukkig weer vrij. Maar de gevolgen voor hen zijn nog elke dag merkbaar. En het laat eigenlijk wel een beetje zien, niet een beetje, het laat zien dat we steeds meer in een geglobaliseerde wereld leven, waarin zaken die elders overver gebeuren, heel veel invloed hebben op onze directe leef- en woonomgeving. En ik denk, ik voorspel u, dat dat een trend is die we vaker zullen gaan meemaken. De wereld is onze achtertuin en de gebeurtenissen elders zullen meer en meer invloed krijgen op onze eigen leefgemeenschap. Als ik kijk naar 2015, een vooruitblik, dan is er een trendbordje, de heer Ajit Bakas, die zegt, de enige zekerheid die we in 2015 hebben, is dat alles verandert. Echt alles. En dan heeft hij het niet alleen over de olieprijs, de rente, of het inflatieniveau, of zoals we vanavond in de rij al even met een veeboer zei, de melkprijs.
die zijn allemaal aan verandering onderhevig. Elke dag weer. Meer dan ooit. Maar ook robotisering, big data, internet of sharing things. Termen die we eigenlijk al een tijdje kennen, maar die meer en meer werkelijkheid worden. Maar al die veranderingen, die zitten niet hoofdzakelijk eigenlijk in de technische of in de economische vooruitgang waar we mee te maken hebben. Maar vooral ook in de wijze hoe we als samenleving daarmee omgaan. En hoe we in staat zijn daarmee om te gaan. En ook in die nieuwe digitale wereld ligt de macht bij de mensen zelf. Bij de individuen zelfs in veel gevallen. En niet meer bij de overheid per definitie of bij andere instellingen. Denkt u maar aan de Bitcoin, een nieuw betaalmiddel wat zomaar ontstaat zonder enige vorm van overheidsbemoeienis. Maar ook, ik weet niet of u hem kent, maar mijn kinderen zijn er dol op. Enzo Knol, onze YouTube-videoblogger, die van grote invloed is op heel veel jongeren. In zijn eentje bepaalt hij heel erg veel. En dat alles heeft meer en meer invloed op ons leven. 2015 is ook het jaar van de grote veranderingen in de zorg. Daar hebben we het natuurlijk al uitgebreid over gehad. De jeugdzorg is nu van de gemeente. De participatiewet is van start gegaan. En ook de wet maatschappelijke ondersteuning kent nieuwe uitbreiding van taken. Sinds 1 januari zijn we als gemeente daarvoor verantwoordelijk. Maar eigenlijk moet ik zeggen niet alleen de gemeente. Maar vooral ook de gemeenschap waar de gemeente als organisatie onderdeel van uitmaakt. Samen hebben we verantwoordelijkheid gekregen. En zoals gezegd, we hebben daar al veel over gesproken, ook in de gemeenteraad hier in het afgelopen jaar. Er is heel veel over gepubliceerd, of het allemaal wel goed komt. En over het feit dat er minder zorg beschikbaar is. Zorgen die ik absoluut begrijp, ook als burgemeester, als gemeentebestuurder. Die ook soms terecht zijn, maar vaak ook wel gevolg van onzekerheid nog die er is. Hoe gaat het met mijn indicatiestelling naar de toekomst toe? Wat komt er op mij af? Hoe gaat het financieel? Wat ik u kan zeggen is dat het afgelopen jaar door de gemeente, door de medewerkers van onze gemeente, keihard is gewerkt. Samen met onze zorgpartners. Die hebben we stevig vastgehouden. We hebben er keihard aan gewerkt om te zorgen dat de mensen die hulp nodig hebben, dat die ook blijven krijgen. Daarom heb ik ook toch vertrouwen in dit proces. En zie ik ook kansen voor deze nieuwe ontwikkeling. Ik denk dat het een goede beweging is zelfs. Als gemeente staan we dichter bij de burger dan wie dan ook. En zijn we beter in staat om de zorg te organiseren. Samen met partners uit onze eigen gemeenschap. En dat woord samen is eigenlijk wel een sleutelwoord. En we zien ook al heel veel voorbeelden eigenlijk. Hele mooie voorbeelden in onze samenleving en in onze kernen van inwoners die daar nu al vorm aan geven. Dat kan zijn op het gebied van sport. Volleybalclub Kangeroe hier ook aanwezig, die een deel van de exploitatie van de sporthal overneemt. Omdat zij zeggen, wij kunnen dat beter doen en we kunnen ook nog meer faciliteiten bieden voor de sporters. Maar ook bedrijven. Bedrijven als bijvoorbeeld Seus, Beton en Metaal en Moderna, om maar eens twee namen te noemen, die mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt in een leerwerkomgeving helpen om weer nieuw perspectief te krijgen. Werk te krijgen, ervaring, werkervaring op te doen. Dat soort voorbeelden gebeurt meer en meer in onze gemeente. En daarin nemen heel veel mensen en bedrijven hun verantwoordelijkheid nu al. Zoals gezegd, alles is in verandering. We zijn eigenlijk aan het verschuiven van een traditionele, behoudende periode, dat gaat tientallen jaren terug, naar een vrij en vernieuwend tijdperk. Meer openheid, vernieuwing, creativiteit, ik hoorde het vanavond ook al eerder. Meer creativiteit wordt gevraagd van ons allemaal. Maar ook minder overheid en meer eigen initiatief. En toch ben ik daar heel positief over. En zie ik de toekomst van de gemeente Hardenberg en ons allemaal met vertrouwen tegemoet. Want de kracht die ook onze samenleving de afgelopen jaren heeft laten zien, de veranderbaarheid van ondernemers, maar ook het sociale fundament in al die kernen van onze gemeente, 29 maar liefst, geeft heel veel vertrouwen, geeft daar alle reden toe. Samen maken we die gemeente sterk. Betrokken inwoners heb ik de afgelopen jaren ontmoet als burgemeester. Bereid om voor elkaar klaar te staan. Of om in de samenleving iets te organiseren. Klooster Haar voor elkaar is daar een voorbeeld van. Maar ook de betrokkenheid van de gemeenschap van Balkbrug.
bij de TBS-kliniek Veldzicht om daar een nieuw perspectief te creëren. Je maakt het anders mee in Nederland. Maar ook de bouw van de Vechtsomp in Gramsberg, een heel ander project. Geweldig hoe vrijwilligers daar met vakmanschap een oud schip nieuw bouwen. Fantastisch om te zien. Maar ook heel recent nog, ik heb dat van dichtbij meegemaakt, in de Krim een ongeval, een auto in het water, waarbij mensen uit onze eigen gemeenschap en politiemensen met gevaar voor hun eigen leven het water inspringen om anderen te helpen, anderen te redden. Moedige mensen die bereid zijn zich in te zetten voor anderen, die soms inderdaad met gevaar voor hun eigen leven anderen helpen. En dat is mooi om die kracht te zien die wij hebben hier in onze gemeente. En de verkiezing van gewoon doen van het jaar heeft dat ook laten zien. Ik zal u zeggen, ik moest eerst wel even wennen aan de term gewoon doen van het jaar. Want het klinkt zo heel gewoon. Maar gewoon is helemaal niet gewoon in onze gemeente. En we hadden net vanavond, voorafgaand aan deze nieuwjaarsbijeenkomst, een ontmoeting georganiseerd met nieuwe inwoners. En daar viel die term gewoon ook al een paar keer. Maar andere nieuwkomers in onze gemeente zeggen, ja, dat is helemaal niet gewoon hoe jullie met elkaar omgaan. Dat is geweldig. En dat geeft heel veel warmte. Dat geeft ook heel veel kracht. Kracht in onze samenleving. En de grootste kracht met u zelf zijn wij allemaal. We zitten in onszelf. Het vermogen om met elkaar te communiceren, te praten, te overleggen. En de bereidheid om naar elkaar te luisteren en vooral elkaar verder te helpen. Want dat is wat ik hier heel vaak zie. We kunnen problemen hebben, maar we zijn ook in staat om die problemen met elkaar op te pakken. Of dat nou met ondernemers is, of met mensen in de zorg. Als er een probleem is, moeten we kijken en bereid zijn naar elkaar te luisteren en te kijken hoe we elkaar verder kunnen helpen. Daar ben ik als burgemeester elke dag weer trots op. En ik hoop u ook. En ik wil u daarom dan ook nogmaals allemaal een heel fijn, gelukkig en goed 2015 toewensen. Dank u wel.